Ja, we doen dit jaar een grote onderhoudsbeurt. Dat is in verband met een wereldreis die we gepland hebben voor 2020 tot 2022. Daar gaan we dus de wereld rond om de development goals van de United Nations te promoten. Wij moeten natuurlijk, we gebruiken veel stroom, wij moeten ook motoren. En daaraan gaan we dus toch hoofdzakelijk wat doen, dus om de uitstoot te beperken en ook economischer te kunnen varen. We gaan een nieuwe hoofdmotor met een afgaszuivering erin zetten. We gaan nieuwe kleinere generatoren sets doen. Daarbij een peak shaving, zodat je dus met een kleinere generator uiteindelijk ook minder uitstoot hebt. En dat het beter afgestemd is op die boordsystemen. We doen wat aan onze forward stewing. We hebben een verstelbare propeller. Op dit moment is dat systeem niet in alle variaties te gebruiken. Dus als we motorzeilen moeten we eigenlijk soms meer gas geven dan eigenlijk nodig zou zijn. Dus dat systeem biedt meer mogelijkheden. Daarvoor komt wat nieuwe alarmering, wat nieuwe bedieningspanelen. En we doen wat aan onze afwaterzuivering. Dus daar komt een nieuwe installatie in naar de nieuwste technische stand. En verder doen we ons groot tienjaarlijks tuigonderhoud. We zijn gecertificeerd door Lloyds en dat moet dan eigenlijk alle masten en raas om de 10 jaar liggend aanbieden. Nou, dat hebben we een beetje naar voren getrokken omdat we toch stil liggen. En verder doen we interieurreparaties, een nieuwe galley. We doen wat aan de dekken en gewoon algehele reparaties. De bemanning zelf die doet dus tuig. Daar kijken ze ook heel erg naar uit. Dat is natuurlijk een kans om daar toch... alles op orde te hebben. En het is natuurlijk een, denk ik, bijzonder gevoel als je wegvaart met een schip waar je denkt, nou, die zeilerij die hebben we ook echt zelf in elkaar gezet. Dus die bemanning werkt ook door. We doen ook klussen aan boord mee, maar daar komen ook veel aannemers en contractors. Natuurlijk zeker voor die technische werkzaamheden, dat kan gewoon niet zelf. Ja, de crew verblijft gewoon aan die kant op de klipper Radboud. Die hebben we als accommodatieschip gehuurd voor de winter en dan gaan wij daar wonen. En lekker in Willemsoord, middenin. Dat is in verhouding tot andere werven een hele mooie locatie. Kent wat uitdagingen dat het eerst een werf moet worden eigenlijk. Daarvoor zit je dus lekker in de zicht van het publiek. En ik denk dat dat wel voor ons heel mooi is. Er liggen veel collega's, daar is hier al heel wat aan gaande. Dus dat is wel mooier dan een werf die ergens in een industrieterrein ligt natuurlijk. In principe hebben wij afspraken begin april in Amsterdam weer bij het Scheepvaartmuseum voor Koningsdag. Dus dat is de deadline die we willen halen. En dan Zeel Amsterdam, dat wordt eigenlijk de kick-off voor die wereldreis. Dus daar hopen we als vlaggenschip mooi mee te doen.